Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR. En elke week kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best-and-next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En als HR-professional ben je ook maar best beslagen in alles wat te maken heeft met sociale wetgeving en arbeidsrecht. En daarom kruip ik ook minstens één keer per maand in het hoofd van een van de advocaten of fenoten van Klaas en Engels, die toch wel marktleider zijn als het gaat over juridische HR-dienstverlening. En vandaag uh, heb ik Mieke de Koning uh, op bezoek en we gaan het vandaag hebben over bonusbeleid en courante bonusplannen. In België bestaan er heel wat verschillende bonussystemen, maar welke bonus kies je nu precies voor je medewerkers en hoe haal je daar ook het... Meeste uit. Wel daar gaan we vandaag op inzoomen. Dag Mieke. Hallo. Alles goed met jou? Ja, absoluut. Ik okay. heel uh, enthousiast om hier te zijn. Hè? Ah, super. Mm -hmm. Dat horen we graag. We gaan er, we gaan er meteen in vliegen. Okay. Um, misschien gewoon starten. Wat is een bonus? Wel, een bonus dat is in feite niet in ons arbeidsrecht gedefinieerd aan mm -hmm. zich. Hè. We, we kennen geen sociaal-rechtelijke definitie van het begrip bonus. We weten wel allemaal wat het is. Het gaat mm -hmm. om dat, dat financieel extraatje. Um, eigen aan de bonus is dat dat gaat om een geldbedrag dat in feite komt bovenop het, het normale loon dat de werknemer mm -hmm. verdient. En dat is variabel. He, meestal zal dat afhangen van de prestaties van de werknemer of van een groep van werknemers of van ja, de resultaten van een onderneming. Mm -hmm. We mogen het begrip bonus hier wel niet gaan verwarren met het, het commissieloon. Mm, dat is belangrijk. Ja. We hebben ook een begrip commissieloon in het sociaal recht en dat slaat op een variabele vergoeding die een handelsagent of een handelsvertegenwoordiger kan ontvangen wanneer die vergoeding gelinkt wordt met de door de handelsvertegenwoordiger of agent gerealiseerde omzet of verkoop. Mm -hmm. Dan spreken we eigenlijk over commissieloon. En dat commissieloon is wel heel strikt geregeld. Dus ja. er, ben, er bestaan heel strikte regels omtrent het ontstaan van een recht op commissieloon, omtrent die berekening, de toekenning enzovoort. Dus daar hebben we het vandaag niet over. Niet over. Dus vandaag spreken we echt over ja, de eigenlijke bonus. Mm -hmm. Oké, okay, dat is duidelijk. Kwestie van dat iedereen inderdaad begrijpt uh, wat de insteek is van, uh, van deze podcast. Nu, um, ja, wat maakt toe? lijkt mij een logische vraag, maar toch, wat maakt dat een werkgever een bonus gaat toekennen aan zijn medewerkers? Wat mij betreft zal dan het meest doorslaggevende zijn, dat is om je om werknemers te motiveren. Mm -hmm. en we gaan de prestaties van de werknemers zoveel mogelijk proberen op te krikken hè, tot, 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 tot ho dat hoger niveau. En dat is dan ook de reden waarom een bonus heel vaak wordt gelinkt aan doelstellingen. Mm -hmm. we, gaan, we gaan doelstellingen formuleren. En hoe beter dat die doelstellingen gerealiseerd worden, hoe hoger het bedrag van die bonus zal kunnen zijn. Dus die motivatie van die werknemer, dat zal doorgaans wel de meest doorslaggevende uh, reden zijn om een bonusbeleid uit te werken. Nu, het feit dat een werkgever ook effectief een bonusbeleid voert mm -hmm. binnen de onderneming, dat is, dat is ook ergens ja een strijdelement in onze war for talent. Hè? Want we mm -hmm. weet dat dat voor werknemers echt wel heel aantrekkelijk is, als men weet dat, ja, dat de werkgever bonussen toekent aan, aan de werknemers. Als de werkgever dan ook nog eens die bijkomende denkoefening maakt om dat op een ja, zo parafiscaal of fiscaal zo gunstig mogelijke manier te doen, waardoor dat die werknemer net zo veel mogelijk mm -hmm. in handen heeft, ja, dan zal dat natuurlijk bijkomend een rol spelen. Want... Zoals je ongetwijfeld weet, een bonus, dat is loon. Mm -hmm. En dat betekent dat dat onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen, aan belastingen. Ja. En dat is natuurlijk wel de, de andere kant van de medaille. Ja, ja klopt. Um, misschien is het wel nuttig om die fiscale en die parafiscale impact van zo'n cashbonus te gaan schetsen. Ja, misschien aan de hand van een voorbeeld? Ja, absoluut. Een, een heel eenvoudig voorbeeld. Als we vertrekken van een cashbonus van zo'n 100 euro. Mm -hmm. Weet dan dat er in feite nog werkgeversbijdragen... Aan sociale zekerheid opverschuldigd zijn. We spreken dan van zo'n bij benadering 27 procent. Dus eigenlijk een, een bruto bonus van 100 euro stemt overeen met een werkgeverskost van 127 euro. Mm -hmm. Nu, van dat bruto bedrag moeten we onze sociale zekerheidsbijdrage voor de werknemer gaan aftrekken. Dat is 13,07 procent. Mm -hmm. En daar gaat nog eens de belastingen af. Wat betekent dat eigenlijk? Dat is dat we van die 100 euro bruto zo'n ja, 40 euro netto. In handen houden. Mm -hmm. ja, en als we dat eigenlijk in een, in, in een verhouding gaan plaatsen, ons netto in handen, hè, 40 euro ten opzichte van dan die werkgeverskost van die 127 mm -hmm. euro, moeten we eigenlijk besluiten dat slechts zo'n 30% van die werkgeverskost effectief in handen komt van de werknemer. Ja, en dat is dan toch wel een beetje teleurstellend. Yeah. Um, nu, dat neemt niet weg dat de klassieke cashbonus wel nog altijd heel populair is. Mm -hmm. Heel veel ondernemingen gaan nog altijd die cash bonus als eerste optie voorop plaatsen als ze een variabele vergoeding willen toekennen. Wij doen jaarlijks met ons kantoor een, een bevraging, mm -hmm. onze HR Beacon, een bevraging omtrent HR-topics, verschillende HR-topics. En die variabele vergoeding is daar één van. Ja. En blijkt inderdaad daaruit dat die cash bonus nog altijd het meest populaire is um, als, als, als bonusvorm om toe te kennen aan de werknemers. Mm -hmm. Dat komt nog altijd het meeste voor. Ja. Wat dan inderdaad ja, bevreemdend is effectief, wat maakt dan dat bedrijven daar dan toch voor kiezen, ook al ja, zijn die nadelige gevolgen hoor niet erbij? Ja, inderdaad, dus ze gaan heel vaak die, die fiscale, parafiscale gevolgen er gewoon bij nemen, mm -hmm. omdat het systeem van de traditionele cash bonus wel het meest soepele systeem is. Ja. En men kan echt à la tête du client gaan werken. Mm -hmm. Men kan die ene toppresterende werknemer een bonus toekennen uh, op discretionaire wijze. Mm -hmm. Het enige waar we dan rekening echt wel moeten mee houden, dat is de, de antidiscriminatiewetgeving. Ja, ja, ja. Dat speelt altijd. Mm -hmm. en we kunnen niet als we een bedrijf zijn van tien werknemers, beslissen om aan negen van die tien werknemers een bonus toe te kennen en aan één persoon niet, mm -hmm. Als die ene persoon precies zou gekenmerkt worden door een eigenschap die beschermd ja? wordt door de antidiscriminatiewetgeving, leeftijd, geslacht, ras enzovoort, mm -hmm. noem maar op. Dus die antidiscriminatiewetgeving, daar moeten we rekening, rekening mee houden. Ja. Maar toch kunnen we echt ja, bepaalde personen in de verf gaan zetten um, bij onze keuze voor onze bonus. En naast die voorwaarden kunnen we ook echt doelstellingen vrij gaan formuleren, um, afhankelijk van de persoon die we willen begunstigen opdat de bonus kan verworven worden. Mm -hmm. Nu de opmaak van die doelstellingen en het bekomen van het akkoord van de werknemer met die doelstellingen, dat is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Yeah. Dus de werkgever moet daarop toezien. Um, stel dat we een arbeidsovereenkomst hebben waarin staat, kijk, die werknemer heeft jaarlijks of kan jaarlijks in aanmerking komen voor een bonus mm -hmm. mits het presteren of mits het realiseren van bepaalde doelstellingen. Maar in de realiteit hebben we geen doelstellingen, worden die niet opgemaakt of springt men daar wat nalatig mee om, dan zal dat in het nadeel van de werkgever uitgelegd ja. worden. Um, hetzelfde geldt voor bonusplannen die bijvoorbeeld in de verkeerde taal zouden opgesteld zijn. Mm -hmm. Als men bijvoorbeeld um, een Engelstalig bonusreglement gaat implementeren van de, vanuit de moedervernootschap in onze Belgische vernootschap. Mm -hmm dan zal dat niet geldig zijn. Want wij okay. hebben heel strikte taalwetgeving in ja. België op vlak van sociale zaken. Dus dat bonusplan zal niet geldig zijn. En ook de inhoud en de restricties die daarin zijn opgenomen zullen ook niet geldig mm -hmm. zijn. Die zullen dus niet tegengeworpen kunnen worden tegen de werknemer. Met andere woorden, de werkgever zal altijd moeten betalen. Ja. Dus weet dat, dat um, het, het opmaken van je bonusplan en het uitwerken van die doelstellingen, dat dat een verantwoordelijkheid is mm -hmm. van de werkgever. Dus al die elementen maken wel dat het nog steeds nuttig is of, of, of aantrekkelijk is om met die cashbonus ja. te gaan werken. Um, omwille van die ruimte die de werkgever heeft. Ja. Maar anderzijds, met wat creativiteit en rekening houden met de wetgevende initiatieven, zijn er echt wel mogelijkheden om naar alternatieven te gaan. Om toch op een fiscaal of parafiscaal gunstigere manier. Um, een oplossing te vinden of een alternatief te vinden voor die cashbonus. Absoluut. Okay. Ik, uh, ik hoorde creativiteit, gunstige mogelijkheden, alternatieven. Ik kan me inbeelden dat iedereen die nu aan het kijken of aan het luisteren is, heel benieuwd is. Ja. Dus uh, vertel daar eens over. Wel, de, de mogelijkheden naar variabele vergoeding, de alternatieven, die zijn uitgebreid. Mm -hmm. hè? Dus als ik ze allemaal één voor één aan jullie zou toelichten, dat zou ons te ver leiden mm -hmm. in het kader van ons gesprek van vandaag. Maar ik kan jullie wel een kader toelichten. Ja. Als we nadenken over de vraag, wat is nu een passend systeem in mijn bedrijf, dan gaan we ons een aantal vragen stellen. Mm -hmm. De eerste vraag die we ons gaan stellen is, wat willen we precies begunstigen? Ja. Willen we de individuele werknemer begunstigen of willen we eigenlijk de collectiviteit bedanken? Willen we individuele doelstellingen dus gaan formuleren of gaan we echt naar collectieve doelstellingen? Ja. Of zijn er zelfs geen doelstellingen nodig en willen we gewoon de werknemer laten meegenieten van ons goed resultaat. Hè? Uh -huh. Dus dat is, dat is de eerste vraag die we ons gaan stellen. Een tweede vraag die we ons gaan stellen is dan: willen we op korte termijn een betaling kunnen doen, of speelt die timing niet zozeer een rol en kunnen we dat wel gaan vooruitschuiven op langere ter termijn? Uh -huh. En dan een derde uh, vraag die, die we ons kunnen stellen is: willen we jaarlijks een betaling doen? Of willen we dat toch meermaals op, ja, op een jaar kunnen doen? Of, of zeggen we, kijk, ja, wij denken echt ver vooruit en als alles goed gaat, binnen drie, vier jaar zullen we jou mm -hmm. een grote bonus gaan toekennen. Dus dat zijn allemaal elementen die ons zullen sturen in een bepaalde richting voor een passende bonus te okay. vinden. Of een passend alternatief ja. voor de bonus te vinden. Ja. Um, heel specifiek als we dan denken aan een alternatief voor die individuele bonus dan willen we meegeven dat we, daar, ja, dat we daar echt kunnen nadenken over waranten, de ja. warrants. Mm -hmm. um, ik zei al dat we met onze, onze klassieke bonus zitten we ratio werkgeverskosten netto op die 30%, mm -hmm. hè, dus wat een beetje teleurstellend is. Via warrants kunnen we dat wel wat omhoog trekken, tot zo'n 44%. Okay. Um, wat is het systeem van die warrants en wanneer is dat nuttig of gunstig? Dat is als we aan één of meerdere werknemers een substantieel bedrag als bonus willen toekennen. En we willen dat ook op een relatief korte termijn in, in handen geven van onze mm -hmm. werknemers. Wat gaat er dan gebeuren? De werkgever gaat warrants aankopen bij een financiële instelling, zal op zijn beurt die warrants aanbieden aan de werknemer. Mm -hmm. En die werknemer, als die die warrants aanvaardt, zal die kunnen verkopen aan de marktwaarde. En op die manier eigenlijk de waarde van die warrants opstrijken. Ja. En wat is er eigen aan die warrants, dat is dat dat het vrij is van sociale zekerheidsbijdragen. Mm -hmm. Het is wel zo dat het onderhevig is of dat ze onderhevig zijn aan belastingen. Dat wel. Maar doordat die werknemers en werkgeversbijdrage wegvalt, maakt dat we toch in zekere zin kunnen ja. optimaliseren en aan die 44% ja. werkgeverskosten netto kunnen uitkomen. Er is wel één belangrijke beperking in het mm -hmm. systeem van de Warrants. Ja, er zijn er meerdere, maar ik ga me beperken tot, tot deze vandaag. Uh, dat, uh, dat zal de, belang de belangrijkste boodschap zijn. Dat is dat sinds 2018 er een beperking is op het bedrag dat je als warrants kan toekennen aan je werknemer. Okay. Het is zo dat we eigenlijk slechts 20% van het, het basisloon van de werknemer maal 12 vermeerderd mm -hmm. met vakantiegeld, eindejaarspremie mm -hmm. en variabele vergoedingen, dat van dat geheel slechts 20% via warrants kan toegekend worden. En waarom is dat? Omdat men eigenlijk voordien um, ging vaststellen dat um, het gedeelte van bonussen Dat dan via Warrants werd toegekend, dat dat soms in disproportie was ja. ten opzichte van het vaste loon van de werknemer. Ja. Dus men heeft dat een, een halt willen toeroepen mm -hmm. door die zogenaamde 20%-regel. Dus we zitten daar wel met een zekere beperking. Okay. Maar dus die warrants zijn echt wel een, een, een goed alternatief voor die individuele bonus. Ja. Nu, we hebben al de stijgingen gedaan, of, of, of het. Het proberen te optimaliseren van 30 naar 44 procent mm -hmm. met die warrants, Weet dan, als we echt de absolute top willen bereiken naar werkgeverskost netto, mm -hmm. dat we kunnen nadenken over de bonus pensioenplan. Ja. het bonuspensioenplan. Het bonuspensioenplan moeten we wel op een ander niveau gaan bekijken. In die zin dat, um, oké, okay, we kunnen onze werkgeverskost en, um, ten opzichte van, een, van het netto gaan optimaliseren. Dan komen we echt in een verhouding van tegen de 70 procent. Mm -hmm. Dus dat is al heel wat hoger. Maar het bonuspensioenplan impliceert uh, een uitgestelde bonus. Ja. Dus wat betekent dat we gaan eigenlijk een gedeelte van onze cashbonus of de cashbonus aan zich storten in een groepsverzekering. Um, en dat betekent dat dus ja, de werknemer wel iets langer zal moeten wachten op zijn bonus. Ja. Tenzij natuurlijk dat hij al de pensioengerechtigde leeftijd benadert. Was wat mij betreft nogal ver van mijn bed is op dit moment. <laughs> um, maar dus, het, het gaat om een uitgestelde bonus. Ja. We gaan niet kunnen zeggen dat we gaan dit jaar met onze bonus een extra citytrip kunnen plannen of op reis nee. gaan. Dat zouden we dit jaar ook sowieso niet moeten doen. <laughs> um, maar bon, die of, citytrip of die reis die zal moeten wachten tot, um, tot als we de pensioenleeftijd ja. hebben bereikt. Plus, het bonuspensioenplan is ook niet puur individueel. En we mm. moeten dat openstellen voor een bepaalde categorie van werknemers. En meestal gaat men dan denken aan het hoger management, de kaderleden. Dat is de, 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 de groep waarvoor dat systeem doorgaans wordt eh, opengesteld. Maar dat is dus echt onze absolute topper ja. als we kijken naar optimalisatie. Mm -hmm. Alleen moeten we er dan wat langer op wachten. Nu, naast ons bonuspensioenplan, waar we ja, ons gaan focussen op een bepaalde categorie van werknemers, kunnen we ook in diezelfde optiek denken aan de meer collectieve systemen, de CL nummer 90 of de winstpremie. Mm -hmm. Dat zijn ook um, alternatieven voor de bonus. We gaan ons dan wel focussen op een bepaalde groep van de werknemers of alle werknemers. En we behalen daar ook een positieve kost-netto uh, ratio. Absoluut. Yeah. Oké. Okay. Um, het lijkt me dan wel zinvol om daar dan even op in te zoomen, op die winstpremie en op die CAO90. Zeker, ja, die winstpremie is toch nog relatief nieuw en daardoor misschien onbekend. En de CAO90 heeft dan weer toch wel wat wijzigingen ondergaan de afgelopen jaren. Ja, klopt. Dus het lijkt me inderdaad nuttig om nog een keer in te zoomen mm -hmm. op die twee systemen. Dus enerzijds de winstpremie. Dat is een systeem dat in het leven is geroepen in 2018, dus inderdaad mm -hmm. relatief nieuw. En houdt eigenlijk in dat elke onderneming die winst heeft gemaakt kan beslissen om die winst of een gedeelte van die winst toe te kennen aan zijn werknemers. Mm -hmm. Dat wel, het moet naar alle werknemers ja. gaan. Dus dat is een systeem waarbij je niet kan zeggen, ik wil die categorie begunstigen. Nee, alle werknemers moeten genieten van die winstpremie. Het eigen aan die winstpremie is dat we een onderscheid maken aan, tussen een identieke mm -hmm. winstpremie en een gecategoriseerde winstpremie. Okay. En beide systemen worden een beetje ja, verschillend behandeld. De identieke winstpremie houdt eigenlijk in dat we aan alle werknemers een identiek bedrag van winstpremie gaan toekennen of een identiek percentage van ja. het loon gaan toekennen. En dat systeem is heel eenvoudig. Als we beslissen om een identieke winstpremie toe te kennen, het enige dat we nodig hebben is een akkoord van de algemene vergadering om dat te gaan doen. Mm -hmm. Dus dat houdt formalistisch heel weinig in. Kijken we naar de gecategoriseerde winstpremie, dan gaan we wat meer gaan variëren. Dan gaan we opnieuw een onderscheid maken tussen onze werknemers, zij het wel op een objectief criterium, functie, functiecategorie. Um, en dan gaan we ja, ons bedrag van winstpremie laten afhangen van, dat, uh, vers van die verschillende criteria. Okay. Maar we moeten daar altijd wel een bepaalde vork in acht nemen. Dus we mogen de verhouding 1 op 10 um, moeten we steeds behouden. Wat bedoel ik daarmee als de hoogste categorie? Duizend euro bruto zou krijgen als winstpremie, dan moet de laagste categorie minstens 100 euro ja. uh, gaan ontvangen. En die gecategoriseerde winstpremie, daarvoor moeten we de piste van het... Um, of de weg van het sociaal overleg ja. volgen. Dus dat betekent dat als er een vakbondsafvaardiging aanwezig is, dat we een CAO moeten afsluiten. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan moeten we werken met een toetredingsact. En dat is, dat is een bijzondere procedure, maar daar gaan we mm -hmm. vandaag niet te, niet, te diep, niet te diep op in. Um, maar weet dus dat we dat onderscheid hebben, identieke winstpremie. Heel eenvoudig, gecategoriseerde winstpremie. We kunnen onderscheid maken, maar we moeten een ja, wat meer... Ja, inspanningen leveren bij onze ja. procedure. Um, op die winstpremie is um, slechts 7% belasting verschuldigd, mm -hmm. is een werknemersbijdrage van 13,07% verschuldigd mm -hmm. en um, ja, daartegenover staat ook wel dat het bedrag niet aftrekbaar is in de vernootschapsbelasting. Nu, om dat even te kaderen, wat betekent dat voor onze kostratio netto? Ik haalde het daarnet al aan dat we eigenlijk ja, op zo'n 65% van de werkgeverskost komen die effectief in de handen komt van onze werknemers. Dus dat is op zich wel ja. opnieuw positief. Absoluut. Um, ook wat de winstpremie betreft hebben we een bepaalde beperking. Ja, een werkgever kan niet meer dan zijn winst gaan uitkeren via de mm -hmm. winstpremie. En er is ook een beperking op 30% van de bruto loonmassa. Okay. Dus dat is een beperking naar het, de hoeveelheid... Um, of het bedrag dat de werkgever als winstpremie kan uitkeren aan al zijn werknemers. Mm -hmm. Want het gaat dus wel degelijk om een collectief systeem. Ja. Alle werknemers moeten ervan genieten. Wat hebben we bijvoorbeeld vastgesteld? Dat is dat er heel veel, of heel veel, toch een aantal ondernemingen, mm -hmm. opvallend veel ondernemingen, de vraag hebben gesteld om een winstpremie te kunnen toekennen aan hun werknemers. Als bedanking eigenlijk voor het moeilijke ah, ja. jaar 2020. 2020. Dus dat ja. is wel een, een ja. mooie vaststelling die, ja. die we inderdaad Absoluut. hebben kunnen doen. Um, Goed, wat dat betreft de winstpremie. In de winstpremie wordt samen vaak genoemd met de CL-nummer 90. Mm -hmm. Het zijn twee verschillende systemen, maar toch zien we wel hier en daar wat, uh, wat gelijkenissen. Um, en wat is eigen aan die CL-nummer 90? Dat is dat we als werkgever kunnen kiezen om een bepaalde groep van werknemers. Dus we, we gaan dus niet meer verplicht aan alle werknemers mm -hmm. een resultaatsbonus of een CL-nummer 90 kunnen toekennen of moeten toekennen. We kunnen ons beperken tot bepaalde categorieën van werknemers. En we gaan aan die werknemers een bonus toekennen, een resultaatsbonus, die gelinkt is aan collectieve, transparante, objectieve doelstellingen. Mm -hmm. Het collectief gegeven is hier cruciaal. Ja. Dus dat moet, dat, het mag hier geen gelinks, eh, link gemaakt worden met individuele prestaties. Nee, we gaan echt naar het collectieve gaan kijken. En de werkgever zal doelstellingen formuleren die binnen een bepaalde periode moeten gerealiseerd worden. We spreken dan over de referte periode en die moet minstens drie maanden bedragen. Mm -hmm. Maar wat impliceert dat? Dat is dat we onze resultaatsbonus in feite om de drie maanden kunnen gaan uitbetalen aan de werknemers. Ja. Dus dat kan op een regelmatige basis, ja. kunnen we een bepaald bedrag um, als resultaatsbonus gaan toekennen nu eigen aan die resultaatbonus, is dat die volledig vrij is van belastingen. Mm -hmm. Dus daar hebben we echt dat fiscaal gunstig statuut. Ja. Er zijn wel werkgevers- en werknemersbijdragen uh, verschuldigd. 33% werkgeversbijdragen, 13,07% werknemersbijdragen. Maar dat geheel maakt dat we opnieuw ja, iets boven die 65% ratio werkgeverskosten ja. netto uitkomen. Dus dat is opnieuw een heel uh, een optimaal systeem. Mm -hmm. Let wel dat dat fiscaal gunstig statuut... Hangt wel vast aan een, een belangrijke beperking, en dat is een grensbedrag. Een grensbedrag dat niet mag worden overschreden per werknemer per jaar. Dus in het kader van die CEL nummer 90 kunnen we dus een resultaatbonus, één of meerdere, gaan toekennen op jaarbasis. Maar we mogen dat grensbedrag niet gaan overschrijden. Mm -hmm. En voor dit jaar, 2021, is dat grensbedrag 3.447 euro bruto. Oké. Okay. Pas als we dat grensbedrag respecteren, behouden we eigenlijk dat uh, fiscaal voordelig statuut. Ja. Um, de invoering van een CL-nummer 90 is opnieuw is gelijkaardig als het systeem van de winstpremie, de gecategoriseerde winstpremie dan. Um, concreet komt het erop neer dat we onze CL-nummer 90 zullen kunnen implementeren via een CAO als er een vakbondsafvaardiging mm -hmm. is. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan gaan we opnieuw via een toetredingsakte en ja. een bijzondere procedure gaan werken. Nu, de CL nummer 90 is um, ontstaan, of is, is in het leven geroepen, in 2007. Dus dat gaat al aantal jaren, uh, een aantal jaren mee. En vele ondernemingen ja, pasten al sinds jaar en dag dat systeem toe. Mm -hmm. uh, men gaat ieder jaar opnieuw de doelstellingen misschien wel lichtjes bijsturen, maar um, ja, door de band werden die doelstellingen wel bewaard, ieder jaar opnieuw en, uh, en, en vernieuwd en herhaald. Nu... We stelden plots vast in 2019 dat de fotwazo die um, de, de correctheid van toetredingsaktes gaat toetsen, dat zij beslisten om bepaalde doelstellingen te gaan afkeuren, uit het niets. Um, en dat betekende toch wel een verrassing voor heel ja, wat ja. ondernemingen als zij sinds jaar en dag een gelijkaardig plan opmaken en neerleggen, dat dat plots Niet afgewezen, ja, ja, ja. afgewezen werd. Um, het komt er eigenlijk op neer dat, dat de fotwazo heeft beslist dat het goed voltooien van de normale arbeidstaken, dat dat niet meer kan gelden als een doelstelling hmm. in het kader van de CO-nummer 90. Ze verwachten dat extraatje, dat die, die bijkomende inspanning van alle werknemers. En hoe moeilijk het ook is voor ons om ons daarmee te verzoenen, ja, we weten, de fotwazel beslist daarover. Uh, dus ja, we moeten ons daar zoveel mogelijk proberen naar te schikken. En ja. we doen dat ook. Um, en eigenlijk komt het erop neer dat de fotwazel op vandaag nog slechts vier categorieën van doelstellingen gaat aanvaarden. En de eerste categorie is de meest eenvoudige, dat gaat dan over puur economische doelstellingen. Mm. Het uh, realiseren van een omzetstijging, een bepaald winstcijfer, um, dat zijn de makkelijkste doelstellingen die we kunnen gebruiken in het kader van het CO-nummer 90. De tweede categorie van doelstellingen die, um, die nog worden aanvaard door de FOTWAZO, dat is dat we, dat we gaan inspelen op kostenbesparing, op mm. ecologische uh, projecten. We gaan bijvoorbeeld Printerkosten gaan terugdringen, uh, of we gaan um, proberen een bepaald certificaat te behalen. Dat wordt bijvoorbeeld ook nog aanvaard. Een derde categorie um, spitst zich dan toe op uh, klantentevredenheid. Mm -hmm. Maar dan moeten we eigenlijk als onderneming ook een objectief systeem hebben. Om die klanttevredenheid te gaan meten. Ja. Bijvoorbeeld een online enquêtesysteem en dergelijke meer, dat zal aanvaard worden, maar dat is ook niet altijd even vanzelfsprekend mm -hmm. om dat objectief te houden. Mijn, mijn, mijn cliënteel is tevreden. Ja, oké. Okay, maar hoe ga je het ook aantonen? Mm -hmm. uh, en een vierde categorie van doelstellingen die nog steeds worden aanvaard, dat zijn, um, of dat is het terugdringen van afwezigheidsdagen en dagen. Ja. Omdat de cl nummer 90, dat ook zelf als een doelstelling al altijd voorop heeft gesteld. Dus die, die voorziet dat ook letterlijk, dat dat kan in de mate dat de onderneming een preventieplan heeft. Dus dat zijn eigenlijk de vier beperkte mogelijkheden van doelstellingen die de fotavase op vandaag nog aanvaardt. Mm -hmm. Terwijl dat we in het verleden ja, echt heel creatief probeerden te zijn mm -hmm. en daar ook alles probeerden uit te halen om er een win-win van te maken voor zowel werkgever als werknemer. Wat dus op vandaag niet meer kan, mm -hmm. dat is um, het vooropstellen van bepaalde deadlines en het behalen van die deadlines. He, dat zal niet meer voldoende nee. zijn. Het correct tijdig rapporteren zal niet meer aanvaard worden. Het proper houden van de arbeidsplaats, ik zeg maar iets, noem maar op, mm -hmm. zal allemaal niet meer aanvaard worden omdat dat eigenlijk verwacht wordt normaal te zijn dat de werknemer ja. zijn dagelijkse prestaties goed uitvoert. Dus onze creativiteit wordt op vlak van de CO-nummer 90... Wel een, een beetje, beetje aanbanden, ja, ja. aanbanden gelegd. Klopt. Um, nu, de cl nummer 90 heeft ook een bepaalde impact gekend van de COVID-19-pandemie. Mm -hmm. Het is zo dat in um, 2020, wanneer de onderneming. Het, het plan, de dus CEO nummer 90, heeft uitgewerkt. Men doet dat meestal in het begin van, van het jaar. Ja, in begin 2020, mm -hmm. we hadden wel al gehoord van die coronapandemie, maar de, de impact nee, was hebben niet we te voorzien. op dat moment nee. nog niet kunnen inschatten. En dat betekent dat werkgevers daar ook geen rekening mee hielden mm -hmm. bij de opmaak van hun bonusplannen. Met het resultaat dat heel veel ondernemingen op 31 december vorig jaar tot het besluit zijn moeten komen van verdorie, we hebben onze doelstellingen niet kunnen mm -hmm. realiseren door de, uh, door, door de coronacrisis. En um, de FOTWAZO is wat dat betreft heel resoluut, heel duidelijk. Die heeft gezegd: kijk, zelfs al worden de doelstellingen niet behaald door de niet te voorziene coronacrisis, dat neemt niet weg dat de doelstelling niet bereikt is en dat er dus geen bonus kan betaald worden. Dus heel veel ondernemingen yeah. ja, zijn eigenlijk in de situatie terechtgekomen dat ze, waar dat ze sinds jaar en dag hun doelstelling. Bereiken en die bonus kunnen betalen aan hun werknemers, dat ze dat plots niet meer kunnen. Mm -hmm. um, wat natuurlijk spijtig is. He, werknemers verlangen daarnaar, rekenen daarop, dat is ingeburgerd in de, in de onderneming. En wat gaan ze dan doen? Verschillende ondernemingen hebben dan beslist om bijvoorbeeld voor dit jaar een nieuw plan, een extra plan uh, ja. op te maken voor bijvoorbeeld een kortere termijn. Voor die drie maanden. He, de minimumtermijn, drie maanden, zodat de werknemer niet veel extra lang. Uh, hmm. of extra langer op die, op die bonus moet, moet gaan wachten. Um, en dat, als dat impliceert dat er dan meerdere plannen tegelijkertijd lopen, dan hoeft dat ook geen probleem te zijn. Okay. Um, het enige waar we dan wel ten alle tijde moeten, moeten aan denken, dan is dat we dat grensbedrag, ons 3.447 euro ja. bruto voor 20, 2021, dat we dan niet ja. gaan overschrijden door verschillende plannen lopende te hebben. Ja. Maar dus, de CO nummer 90 en de winstpremie, dat zijn... Twee systemen die wel heel populair zijn. Mm -hmm. um, en als we ze nu een keer allemaal op een rijtje plaatsen, is zoals ik al zei, we hebben onze traditionele cashbonus die heel flexibel is, heel soepel is. We kunnen daar heel veel mee doen. Maar daar zitten we ratio mm -hmm. werkgeverskost netto aan die 30%, wat weinig is. Het individuele, als we naar dat individuele kijken, kunnen we ook wel denken aan die waranten. Dan gaan we die ratio al een beetje optrekken tot aan die 44%. Mm -hmm. Um, stappen we dan af van dat individuele en kunnen we echt naar het collectieve gaan kijken, dan kunnen we wel iets doen met die winstpremie en de resultaatbonus, conform de CL nummer 90. En dan komen we aan een werkgeverskostnetto ratio van rond de 65%. Mm -hmm. En dan kunnen we natuurlijk ook nog denken aan onze, onze topper, ons bonuspensioenplan. Ja. Um, waar dan wel ja, dat, wat dat dan eigenlijk wel meer gericht is op een bepaald segment van, van werknemers. Dus, ja. um, uh, waarbij. Jonge personen, jongere personen, misschien wat minder aangetrokken zullen zijn mm -hmm. om die bonus in een groepsverzekering te zien uh, gestort worden, waar men dan maar later uh, uh, vergenoegd van kan voilà. ja, ja. Dus dat zijn zo'n beetje de, de meest populaire systemen op vandaag. De cashbonus voorop, gevolgd door de, um, als we kijken naar populariteit, dan gevolgd door de resultaatsbonus en de winstpremie. Um, het is zo dat die waranten ook wel heel vaak worden toegepast voor onze individuele. Werknemers. En het bonuspensioenplan maakt een beetje... Stellen wij vast de laatste jaren, we hebben dat ook vastgesteld in onze HR Beacon, dat dat steeds wat minder populair wordt. Mm. Ja. Oké. Okay. Heel helder in ieder geval hoe dat je dat... Dat hoop uh, ik voor jullie. Ja, mm -hmm. absoluut. Ik, ik, uh, ik vind het heel helder toegelicht. Nu misschien tot slot. Uh, nog Kan je misschien nog, nog drie concrete tips meegeven voor wie luistert of kijkt? Absoluut. Um, ik zou beginnen met de tip... Dat we het formalistische niet uit het oog mogen verliezen. Mm -hmm. um, als we denken aan onze individuele cashbonus, het, het traditionele bonusplan, denk eraan om daar toch jaarlijks werk van te maken, dat die doelstellingen op papier ja, ja. staan, dat we die handtekeningen hebben, dat die taalwetgeving wordt um, gerespecteerd. Maar ook voor onze alternatieven, onze um, ja, fiscale of parafiscaal gunstigere alternatieven, ook daar, dat... Die vormvereisten niet verliezen, mm -hmm. niet vergeten. Hè. Als we daar latig zouden zijn, dan zou dat betekenen dat we ons gunstig statuut zouden verliezen, wat heel ja. jammer zou zijn. Absolutely. Dus vaak houdt het niet veel in, maar door daar dan wat mee om te springen, zouden we wel um, ja, een aantal voordelen kunnen verliezen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat mijn eerste tip zou zijn: um, verlies die vormvereisten niet uit het oog. Hè. Mm -hmm. Voer die procedure correct uit. Een tweede tip die ik zou willen meegeven, en dan richt ik mij eigenlijk vooral naar naar, eigenlijk naar alle ondernemingen, maar vooral naar ondernemingen die ergens nog wel wat marge hebben en die een extraatje willen overwegen voor hun werknemers. Dan moeten ze eigenlijk echt de, de denkoefening maken over ofwel die winstpremie ofwel die CA nummer 90. Ja. De CA nummer 90 is zo eenvoudig: um, een win-win voor werknemer en werkgever, vrij van belastingen. We kunnen op korte termijn beperkte bedragen gaan toekennen. We kunnen doelstellingen form formuleren. Um, eigenlijk moet elke werkgever daar, daar echt over nadenken. Ja. Um, hetzelfde met de winstpremie. Zeker als we dan kijken naar een identieke winstpremie, voor iedereen gelijk. Dat is heel eenvoudig. Het enige dat we moeten doen is, uh, is zorgen dat, uh, dat we een formele goedkeuring hebben van de algemene vergadering. Ja. Dus dat zijn twee heel eenvoudige systemen, makkelijk te implementeren. Eén keer de oefening maken. En dan kun je daar wel uh, wat verder op gaan bouwen in de jaren die volgen. Mm -hmm. Dus um, ik nodig echt wel ondernemingen uit om daar eens uh, over na te denken. Ja, goed, strategisch inderdaad. Ja. Die, die pissen te verkennen. Absoluut. Mm -hmm. En dan tot slot, ja, waar we ons dan heel vaak blind staren op die individuele cashbonus. Waarbij we denken: ja, kijk, het fiscale, parafiscale, dat, dat nemen we er maar bij is het toch belangrijk om te weten dat we echt dat alternatief van die warrants hebben, die, die waranten um, die echt wel te overwegen zijn en die toch die, die ratio een beetje omhoog, die ratio werkgeverskosten netto, mm -hmm. een beetje omhoog kunnen, um, kunnen krikken en opnieuw een heel soepel systeem, uh, niet al te formalistisch en um, zeker te overwegen. En, en het is niet iets dat moet afschrikken. Mm -hmm. dus, nee, um, klopt. Ik denk dat ik... Uh, Daarbij kan afsluiten. Ja, absoluut. En zeer, drie zeer concrete tips. En ik, ik hoor er inderdaad ook een uitnodiging uh, in naar ondernemingen om daar strategisch, niet alleen het, form het formele, het formalistische, maar ook strategisch, toch goed die denkoefeningen ja, uh, te gaan maken en alles uh, een keer goed af te wegen. Dankjewel, uh, Mieke, dat ik, uh, dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Ik vond het extreem interessant, echt oprecht. En ik denk dat heel wat organisaties er zeker op vandaag uh, bijzonder veel bij gebaat zijn om deze okay. informatie van jou te krijgen. Dankjewel ook uh, aan jullie om. Uh, om te kijken en om te luisteren. Ook uh, volgende maand heb ik in het hoofd van een van de advocaten of genoten van Klaise en Engels en dat zal Bart van Schoebeke zijn. En dan gaan we het hebben over de wet Renault. Een aflevering die je dus maar beter niet kan missen. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of op onze podcast. Heb je honger naar nog meer? Surf naar onze website zigzaghr.be Registreer je op onze nieuwsbrief? Volg ons op onze social media kanalen of beter nog, abonneer je gewoon op ons fantastisch tijdschrift. En vooral het allerbelangrijkste Don't forget it's a great time to be in HR. Tot de volgende!